welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en zoals je ziet ben ik al helemaal klaar. Ik zit in mijn auto, want ik ga zo meteen vertrekken naar mijn werk. Dus ik ga mijn gordel aan doen en vertrekken. En dan zie ik jullie straks terug. Ik ga straks naar Action. Ik ga daar iets gaan halen dat ik op Facebook heb zien passeren. Ik heb gedaan met werken en ik ben hier met Laura. En wij zijn hier in een zonnebloemenveld om een paar Instagram-foto's te maken. Dat is echt iets dat ik al super lang wou doen. We hebben eindelijk een veld gevonden, dus ik ben super happy. En ik ben ondertussen terug thuis van de fotoshoot met Laura. Het zijn heel leuke foto's geworden en vandaag ben ik niet meer naar Action geraakt, want ik had het een beetje te druk. Het was allemaal een beetje te niet gepland. En tegen de tijd dat de fotoshoot gedaan was, was het 6 uur en is Action gesloten. Dus ik ga morgen naar Action en ik neem jullie morgen dan nog eventjes mee. Dit is op dit moment mijn badkamermandje. Hierin zitten eigenlijk de producten in die ik elke dag gebruik. En op de achtergrond hoor je mijn hondje wandelen. En zoals je ziet zit dat mandje eigenlijk veel te veel. Dus ik ga het samen met jullie zo verlopen. Ik ga kijken wat ik er kan uithalen om het mandje een beetje overzichtelijker te maken. Dit komt er allemaal uit. Dus dit moeten we eventjes goed bekijken. Ik ga beginnen met deze body butter van Kruidvat. Die vind ik echt super fijn. Ik heb die ook al heel veel gebruikt als body butter uit de zomercollectie van Kruidvat. Je ziet ook dat ik hier al de pan heb geraakt. Dus die ga ik verder opmaken. Dan heb ik hier twee deo's. Deze deo is op, dus die mag eigenlijk in de vuilbak. En dan hebben we deze deo die nog nieuw is, dus die gaan we bewaren. Dan heb ik hier een prijsticketje, dat mag ook gewoon in de vuilbak. Dan heb ik hier een Hydra Skin van Darvin. Die vind ik echt heel fijn. Die gebruik ik snel onder mijn ogen, om mijn ogen een beetje te hydrateren. Dat ga ik bewaren. Van Clarins heb ik dit product en dat doet eigenlijk twee dingen. Ik heb het product eventjes uit elkaar gehaald, maar hierin in deze tube zit een masker. En dan heb je dit ronde ding wat een scrub is. En dat gebruik ik wel af en toe, dus dat ga ik ook bewaren. Dit is een scrub voor mijn gezicht. Die is ook bijna op, dus ik ga die gewoon verder opmaken. Van Kruidvat heb ik drie productjes van de vitamine C-lijn. Zowel een nacht- als een dagcrème. Met dan een serum. En ik vind die heel fijn, dus die ga ik gewoon bewaren. Ik heb na het scheren soms last van een geïrriteerde huid. Dus dan smeer ik dit productje op. Dat is eigenlijk een soort van roller deo. Ik krijg het nu niet open, maar dat is een stick die je kan aanbrengen op de plekjes die geïrriteerd zijn. Dus die gebruik ik wel regelmatig, dus die hou ik. Van Clinique heb ik een cleanser. En die heb ik eigenlijk nog niet gebruikt. Hij is eventjes in mijn kast met mijn skincare bewaren. En wanneer dat ik een reiniger zoek, kan ik deze gebruiken. Van Kiehl's heb ik een limited edition body cream. Maar deze is echt bijna op. En aan het product hieronder raak ik totaal niet aan. Dus ik denk dat deze naar de vuilbak gaat. Van Kruidvat heb ik een spray om mijn haar te beschermen. Maar ik vind dat vrij irritant. Ik gebruik dat dus niet. Dus dat mag eigenlijk gewoon terug in de kast voor als het terug warmer is, om dit op mijn haar te spuiten. Dan heb ik van Kiehl's een tonic die ik heel graag gebruik, dus die ga ik bewaren. Van de Canandura lijn van Kiehl's heb ik ook een reiniger die ik echt al heel goed heb gebruikt. Die bewaar ik ook. Ik gebruik zelf twee deo's. Eentje voor als ik mij net geschoren heb, deze van Rexona. En dan op andere dagen om bij te spuiten. Deze deo, dat is een natuurlijke deo die je kan kopen bij Kruidvat en bij die. Dit zijn twee crèmes om mijn haar te verzorgen. Maar dat doe ik eigenlijk meestal als ik op mijn kamer ben en niet in de badkamer. Dus deze twee gaan gewoon in mijn kast. Wat hebben we hier nog allemaal? Dit heb ik opgemaakt, dus dat mag in de vuilbak. Oogcrème, dat komt ook altijd van pas. Ik heb twee gezichtsrollers die ik eigenlijk elke dag gebruik. Dus die mogen ook in het mandje. Dan heb ik een reiniger van Lancôme om waterproof make-up te verwijderen. Dus die bewaar ik ook. Ik heb verschillende oogcrèmes. Misschien is het goed als ik eventjes een selectie maak van de oogcrèmes die ik graag gebruik. Deze gaan terug in mijn kast. Dit is een beauty mist. Die ga ik ook bewaren. Dit is een tonic die ik op reis heb meegenomen in een kleine verpakking. Dit moet ik gewoon eventjes opmaken. Van Elemis heb ik een papaya enzym peel. Die ga ik ook bij mijn scrub zetten.
Die wil ik gebruiken. Deze zonnecrème is op, dus dat mag in de vuilbak. Dan hebben we hier een serum van Biotherm. Dat is ook op, mag ook in de vuilbak. Dan heb ik hier een bodycrème van de Body Shop. Die ga ik bij deze aan kruidvat zetten om op te maken. Ik heb hier een maskertje. Dat is een gouden masker, echt heel fijn, dus die ga ik bewaren. Dan heb ik hier twee serums, een vitamine C serum en dit serum van Apothecaire. Deze ga ik wegdoen, want die is op. En deze gaat hierin. Dan heb ik nog een SPF, die mag gewoon in mijn kast. Dan heb ik dit serum, ook van Apothecaire, maar die is ook op. Dat mag weg. De rekkertjes en de speldjes moeten ergens anders naartoe. Dit moet ook ergens anders. Dit ook. Dit moet ook ergens anders. En dit is het nieuwe badkamermandje. Alle productjes passen er weer goed in. De overtollige productjes die ga ik ofwel weggooien ofwel een andere plaats bezorgen. Het is vandaag dinsdag en ik heb al gedaan met werken. Het is nu iets na 16:30 en ik sta hier op de parking van Action, want ik ga mijn kledingstomer kopen. Heel veel mensen zijn er heel enthousiast over op Facebook, dus ik wil het zelf eens proberen. Dus daarmee dat ik hier aan de Action ben. Hoe leuk is deze tas? Ik ga die meenemen voor mijn zus, want we hebben een Shiba Inu. Ik heb een stoomreiniger gevonden. Dit zijn mijn aankoopjes van mijn Action. Ik heb witte sneakers. Ik heb riddelchips van Crocky. Brownies. Deze tas voor mijn zus en dan een kledingstomer. Ik ben thuis en ik ga de stoomreiniger testen. Hij is nu aan het opwarmen. Ik heb er al water in gedaan en zo ziet het eruit. Dit is wat er nog bij zat. Een borsteltje om je kleren te ontharen volgens mij. En dan een bakje zodat je je stoomreiniger makkelijk kan vullen met water. Ik heb hier een kledingstuk dat ik ga stomen. De linkerkant van het blouseje gedaan met het stoommachine en de rechterkant nog niet. En je ziet echt wel een heel groot verschil al. Het is nog niet perfect, maar als je het vergelijkt met de rechterkant, dan zie je wel dat het echt zijn werk doet. Dit blouseje is natuurlijk wel heel erg gekreukt. Dus ik denk dat het stoommachine eerder bedoeld is voor blouses die licht gekreukt zijn. En dit is het resultaat. En de truc is eigenlijk om het machientje er heel dicht tegen te houden en echt heel langzaam van boven naar beneden te gaan en het tegen een muur te hangen zodat je het eigenlijk glad kan strijken en dan lukt het wel. Het is eigenlijk wel vrij goed gestreken en dit was wel een ding dat echt heel hard verrompeld was. Je moet je tijd ervoor nemen en het machientje er echt dicht tegen houden en dan werkt het echt wel. Ik ga nu dit t-shirt doen en ik ga gewoon terug van boven naar beneden gaan en eens zien wat het resultaat is. Links heb ik het met de stomer gedaan, rechts niet. Ik vind dat je wel een verschil ziet. Mijn conclusie van de kledingstoomreiniger is dat het op het eerste zicht wel iets makkelijk is. En het is denk ik ideaal als je kledingstuk niet te erg verrompeld is. Maar als het te veel verrompeld is, dan gaat het wel een tijdje duren voor het helemaal glad is, alleen gestreken is. Ik vind het wel een makkelijke oplossing. En op het eerste zicht ben ik er wel tevreden van. Je kan het natuurlijk niet vergelijken met andere kledingstoomreinigers. Voor die prijs dat je betaalt, het is 18, 19 euro, vind ik het wel meer dan oké. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren, te liken en dan zie ik jullie in de volgende video. Tada!